Facilitating Excellence. Wat heb ik gedaan? Ik heb veel training en coaching gegeven aan pedagogisch medewerkers, aan leerkrachten. En in de loop der tijd kwamen daar ook wat ik me noem interne coaches bij. Want dat was een trend. Je zag en in de kinderopvang en in het onderwijs interne coaches, hadden allemaal andere namen, maar ik noem hem even zo, die als een van hun taken was kwaliteitsbeleid. Dus zorgen dat datgene wat er in de groepen gebeurt, van hogere kwaliteit wordt. Misschien waren dat wel een soort facility managers. Ik weet het niet. Ik wil wel hier eerlijk toegeven dat ik tot 2 weken geleden die term nog niet kende. Dus hij begint langzaam te vullen in mijn hoofd. Die coaches die hielp ik aan de ene kant met hoe kun je nou goed in beeld krijgen hoe goed het gaat, dus wat de kwaliteit is en hoe kun je de kwaliteit verbeteren. Dus ik heb ook veel gedaan aan hun coachingsvaardigheden. En dat is een kunstje apart. Verder heb ik ook voor die jonge kinderen, waren ook op een gegeven moment allemaal methodes en materialen. Daar heb ik ook het nodige aan gedaan. Dus meedenken over, meeontwikkelen, et cetera. En daar horen dan weer trainingen bij, die worden gegeven door trainers en die moeten ook getraind worden. Nou, dat deed ik ook. En ik heb veel met gemeentes gewerkt. Gemeentes moeten beleid maken op dit terrein, vinden ze hartstikke moeilijk. En daar kon ik mee helpen. Zowel met het maken van het beleid, maar nog meer met het invoeren van het beleid. Hoe zorg je nou dat die dingen die op papier staan ook gebeuren in de praktijk? Dat vinden ze helemaal ingewikkeld. En ik hielp ze ook met in beeld brengen van de opbrengsten. Ook in van moment. Daar ben ik mee bezig geweest. Met groot genoegen. Dit werk leverde voor mij op dat ik op heel veel scholen, heel veel kinderopvangorganisaties en in heel veel gemeentes ben geweest. En ik wil wat ervaringen die ik heb opgedaan met jullie delen. En ik heb erbij gedacht, misschien is dit, omdat jullie iets met facility management hebben, interessant. Nog één voorafje. Leo heb ik leren kennen. Ja, hoi. En ik heb begrepen dat in jullie werk het idee is dat het primaire proces, wat ik noem het echte werk, dat dat meer centraal zou moeten staan. Het staat, als het goed is, staat het centraal, maar in de praktijk valt het vaak tegen. Dat idee spreek ontzettend aan. En daarom doe ik mee. En in het primaire proces weten we allemaal, dat gaat van alles helemaal niet zo goed. Veel gaat er mis omdat het werk onhandig is georganiseerd, omdat de context problematisch is. Lekker vaag en lekker algemeen. Ik wil het super concreet zien te maken. Dat probeer ik vanaf nu. En ik begin voor de verandering dus positief. Nou mag de volgende dia erin. Het lukte mij niet om ze één voor één te laten verschijnen, dus dit is de kapstok waar mijn verhaal van hangt. En we werken van boven naar beneden. Tweede bullet zijn we nu. In die dik 30 jaar dat ik dit werk gedaan heb, werd steeds duidelijker wat nou werkt en wat niet werkt. En dat is in dit werkgebied heel ingewikkeld. In het begin was dat niet duidelijk. Er is veel geëxperimenteerd en alles mislukte. Tot we dus met die jonge kinderen aan de gang gingen. En we weten steeds beter wat wel effectief is. En door allerlei ook internationale onderzoeken weten we ook dat het op lange termijn effectief is. Komt er zo tegenwoordig. Ik vind het dus belangrijk dat en beleidsmakers, maar ook mensen die het echte werk doen, minstens globaal weten wat werkt en wat niet werkt. Als je dat anders formuleert, zou je kunnen zeggen, als je de kwaliteit wil verbeteren, moet je wel weten hoe kwaliteit eruit ziet. Nou, dat kun je in één zin zeggen, maar dat is natuurlijk een hele puzzel. Vertrouwen. Een hele belangrijke voorwaarde voor hoge kwaliteit van het werk in het primaire proces is in mijn ogen vertrouwen.
mensen die daar werken moeten vertrouwd worden. Dat wij ze vertrouwen op hun professionaliteit en dat we op ze rekenen. Dat idee. En ze moeten niet alleen vertrouwd worden, ze moeten het ook als zodanig ervaren. En dat zijn heel verschillende dingen. Daarbij moet ik denken aan mijn eigen directeur, die prees ons adviseurs heel vaak, maar het voelde niet echt. En in de praktijk deed hij hele andere dingen. Waardoor je dacht, hij vertrouwt ons helemaal niet. Dus vertrouwen, van beneden naar boven eventueel, maar ook weten dat je en voelen dat je vertrouwd wordt. Dat is een ander verhaal. Als de mensen die het echte werk doen, weten dat ze je vertrouwen en ook dat ze op je rekenen, dan werkt dat ontzettend motiverend. Het geeft je een goed gevoel en het levert vaak ook op dat je berg kunt verzetten. Ik heb ooit een training gehad van een inspirerende manier. En daar heb ik één regel van onthouden, veel gebruikt, nu ook weer. En die zei, mensen kunnen ongelooflijk veel incasseren, maar wat mensen niet kunnen is incasseren en niet gezien worden. Dat heb ik veel tegen managers in ons bedrijf gezegd. Ik heb nooit gemerkt dat dat echt opgepikt werd, maar ik geloof je heilig. Nou, dat vertrouwen, wat ik zo belangrijk vind, is natuurlijk niet de situatie die ik aantrof op allerlei plekken. In Nederland zou je kunnen zeggen, vormt eigenlijk wantrouwen de basis onder het beleid. Zeker in het onderwijs. Managers, directeuren, ook onderwijsinspectie, die willen controleren of het wel goed gaat. En omdat ze weten hoe het moet, willen ze eigenlijk ook vertellen. Doe het nou zo. En als je toch naar me luistert, doe het dan precies zo. Een gedetailleerd voorschrijven hoe het moet. Als je dat doet, en dat gebeurt op grote schaal, gaat ten koste van de motivatie van de mensen en daarmee ten koste van de kwaliteit. Ondanks alle goede bedoelingen. Ik bedoel daar niet mee dat kwaliteitsbeleid in mijn ogen foute boel is of onzin, maar dat moet gebaseerd worden op vertrouwen. Anders gaat het mis. Volgende is werkdruk. Daaruit zou je niet afleiden van dat het alleen maar over onderwijs gaat. Daar wordt veel gepraat, geklaagd over werkdruk. En dat gebeurt op veel meer terrein, waar jullie thuis zijn misschien. Waar ze dan vooral last van hebben is last van allerlei extra administratie die ze moeten doen bovenop het werk met de kinderen en het voorbereiden van het werk. Ik ga dat niet in zijn algemeenheid. Ik vertel wat over wat ik op een school in Almere gedaan heb. Daar hoorde ik hetzelfde natuurlijk. We moeten zo ontzettend veel informatie verzamelen over de kinderen. Dat was een moeilijke school. En in de computerschoppen, daar werden ze helemaal horendol van. Wat ik gezegd heb is, we gaan daar gewoon naar kijken. Dus ik heb een leerkrachtgroep 1 gevraagd en de intern begeleider, die ik goed kende. Even voor wie het onderwijs niet kent, een intern begeleider is een soort leerkracht die ervoor heeft doorgeleerd, die vaak extra taken heeft in de sfeer van zorg, zorgkinderen. Hoe kun je die nou het beste helpen? Overheidstaken kwamen erbij. En deze dame, Fatima heette ze, die had ook een stevige positie in de school. Dat is handig, want als je met elkaar dingen afspreekt met mensen die niks te zeggen hebben, ja, een beetje zielig. Dus als zij iets vond, iets wilde, dan gebeurde het ook. Ze kreeg de directeur, die in mijn ogen heel zwak was, mee. Nou, dan heb je een basis om wat te doen. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk gekeken welke gegevens verzamelen we. Met z'n drieën gewoon achter één computer. En dan ging ik stomme vragen stellen. Dus dan hadden we een systeem. Wat is dit? Waar gaat het over? Dat werd altijd wel duidelijk. Wat doe je met de informatie die eruit komt? Nou, als het dan een beetje stil bleef, had ik een tip. Die snap je. Skippen. Gewoon skippen. Andere vraag is, lijkt het op iets
anders wat jullie ook doen, dat was ook vaak het geval. En dan heb je natuurlijk altijd twee instrumenten waarbij de een dit mooi heeft en de ander dat mooi. Maar het is allemaal dubbel werk. Dus in plaats van, nou allemaal hebben ze wel iets, dus we houden alles, hebben we gezegd, nee, welke van de twee zou je nou kiezen? Die leerkracht, die wist dat wel, en die IB'er, die twijfelde wat, dus uiteindelijk kwamen we erop, we skippen er één en die andere houden we apart. Als je dus een kind tegenkomt of bij een, dan moet ik hier wat over weten, en dat instrument doet dan, pakken we het instrument voor dat ene kind. Dan is het mooi maatwerk. Dat deed het. Even kijken. Oh ja, in die tijd speelde ook een andere ontwikkeling in het basisonderwijs. Dat heet groepsplannen. Werken met groepsplannen. Er was een ontwikkeling ontstaan in de midden- en bovenbouw. Dus bij oudere leerlingen. En of dat nou een geniaal idee was, dat betwijfel ik ten eerste. Maar je moet er daarbij aan denken. Ze werken daarmee eigenlijk met de vakken. Hè, taal, rekenen, et cetera. En per vak heb je dan doelen die ze dan liefst op een rijtje zetten, het laddermodel. Eerst dat en dat en dat en dat. Bij sommige gebieden is dat onzin, doet er niet toe. Zo zat het in elkaar en dat kon je dan plannen. En je kon differentiëren, dus het subgroepje zus, DSO, subgroep. Nou, je snapt, dat wordt een enorm bouwwerk om te maken. Voor de midden- en bovenbouw bemoei ik me er niet mee. Maar als je werkt met kleuters, is dit een heel dom idee. Want als kleuters met juf erbij een klein groepje in de bouw kan bouwen zijn, dan zijn ze bezig met taal, met rekenen, met sociale communicatie, met alles. Dus om dat nou in al die doelen apart, onzin in mijn ogen. Nou, zo zeg je dat niet, maar uiteindelijk kwamen we erop uit. Weet je wat we doen in groep 1? Skippen. Je had de ogen van die kleuterjuffers moeten zien. Dit was heel concreet, nou even iets abstracter. Waar komen nou al die instrumenten die gebruikt werden vandaan? Zit daar beleid achter? Nee, er zit geen beleid achter. Hoe gaat zoiets? Er gaat een leerkracht, die gaat naar een conferentie. Daar is een boeiende mevrouw, die heeft iets moois gemaakt. En die weet dat goed te brengen. Die gaat terug naar de teamvergadering. Die zegt, oh, ik ben papa, leuk. En dan rolt uit, ja, dat gaan we doen. Of de onderwijsinspecteur is langs geweest. En die heeft een advies. Nou, wie het basisonderwijs kent, een advies van de onderwijsinspecteur is een dienstbevel. Zo komt het op. Dus dan gaat dat gebeuren. En dat gaat stapelen. Dus de achterliggende vraag, wat hebben we aan informatie nodig over de kinderen om ze zo goed mogelijk in de maat te kunnen helpen, die verdwijnt. En op basis van toevalligheden, in context dingen, stapelt het toch zo ontzettend op. Nog eentje, een ernstige afrekencultuur. Geef ik een paar voorbeelden. Deze komt uit het voortgezet onderwijs. Ik heb een dochter en die is al lang, heeft dat allemaal ook doorlopen, dus daar heb ik dat meegekregen. Ook leerlingen die niet goed zijn in rekenen of daar een hekel aan hebben, die weten exact wat ze gemiddeld staan voor Engels. En ze weten ook exact wat ze de volgende keer moeten halen om net nog de eindstreep te halen. Heel veel kinderen leren voor die cijfers. En heel veel leerkrachten vinden dat prima. En is dat wat we in Nederland nodig hebben? Zuinige boekhouders? Basisscholen, vergelijkbaar verhaal een beetje. Basisscholen willen heel graag dat de eindtoets, groep 8, van de CITO-toets of die andere toets, dat dat er goed uitziet. Dat wordt ook gepubliceerd. Gebruiken ouders om schoolkeuze te maken. Dat willen ze. En als het nou zo zou zijn dat je, als je heel goed onderwijs geeft, dat je dan hoge toetscores krijgt, prima. Maar zo is het niet. Wat ik heel veel zie, en niet alleen in groep 8, maar door de hele school, is dat men gaat kijken, wat zit er allemaal in die toets? En daar gaan we onderwijs over geven. Engelse vakterm,
doe wat minder Engels dan mijn voorganger, is teaching to the test. En dat levert op dingen die niet goed zijn. Ik geef even een paar voorbeelden. Sommige domeinen zijn prima te toetsen. Denk aan rekenen. Rekenen is zeker op middelbaar of basisschoolniveau, is het echt gewoon goed of fout. Taal kan tot op zekere hoogte ook. Woordenschap zijn prima toetsen. Spelling is prima te toetsen. Maar communicatieve vaardigheden is lastig. Nou, doen we daar maar wat minder aan. En wat te denken van sociaal-emotionele ontwikkeling. En dan heb je het over communicatieve vaardigheden, maar ook over je bent ergens mee bezig en dat lukt niet. Wat doe je dan? Stop je ermee? Smijt je de boel aan de kant? Vraag je hulp? Ga je nog eens goed je best doen? Je snapt, en dit soort dingen één keer, maar ja, dit wordt een patroon. Dit maakt ontzettend veel uit, hoe je in het leven staat. En kijk eens naar wat er gebeurt in sollicitaties. Daar wordt even gecheckt, voldoe jij aan de formele eisen? Maar het gaat vooral om, pas je in het team? Heb ik een klik met jou? Hoe zit het met je communicatieve vaardigheden? Daar word je op afgerekend. Nog eentje, CITO-scores kun je ook opkrikken en ook dat gebeurt door tegen sommige kinderen, kijk jou even aan, te zeggen van, jij hoeft die toets niet te doen. Ja, en we weten wat voor verwachting er dan was. Dus de zwakste kinderen, die, ja, hoe ze het precies organiseren weet ik niet, maar die zitten er dan gewoon niet bij. Dan gaat je gemiddelde omhoog en handig in rekenen. Pervers gedrag. Nog eentje, uit voortgezet onderwijs, daar is de slaagpercentages aan het eind. Die komen in de krant, op de school op, vergeleken, afgerekend. En die zijn vaak absurd hoog. Tussen de 95 en de 100% vaak. Hoe doen scholen dat? Nou, een van de methoden is, niet het laatste schooljaar, maar het schooljaar daarvoor, laten we alle twijfelgevallen dubleren. Halen ze in ieder geval wat steviger, beginnen ze daaraan en dan is de kans dat ze het halen een stuk groter. En een deel van die kinderen, die had het ook zonder dat dubleerjaar prima kunnen halen en van dubleren. Ja, ik weet niet of dat nou zo gezond is. Dus ook daar zie je wat pervers gedrag. Goed. Laatste die ik mee wil pakken, uitstroom. Ik denk dat je deze ook ziet in veel meer werksoorten. Verse, jonge leerkrachten zijn vaak binnen een jaar of twee weer vertrokken. Afgeknapt, teleurgesteld. Terwijl dit nou net het verse bloed is wat je op school nodig hebt. Daar kunnen in principe frisse nieuwe ideeën vandaan komen. En ze zijn ook nog eens een stuk goedkoper dan al die grijze leerkrachten. Tom Poes, verzin een list. Of is dit iets voor facility managers? Nou, ja. Weet je waar het op komt? Ik ben het gewend om braaf gedrag te belonen. Jij steekt een hand op en jij begint. Oh, ik vind het zo enorm, maar dan ga ik zelfs op TVT spreken. Dus Leo, je had het woord al. Dankjewel, met de hiërarchie, hè, deze. Ik snap je, hoe het gaat. Ik hoor even van weet je nou hoe dat komt, dat die mensen verdwijnen. Dat er heel veel uitstroom is, juist bij de, waar het op komt. Ja, dit wat ik zeg, dat hele systeem, dat zorgt ervoor dat mensen het idee hebben, we komen om moeilijke kinderen te helpen. Ja, met liefde voor het vak. Achter nou, als er mensen nieuw komen in een team, dondert niet wat, is het erg handig dat ik weet dat ik altijd bij jou terecht kwam. En dat je daar ook uren van hebt, dus dat ik niet hoef te generen als ik naar je toe kom. Dat is er vaak niet of nauwelijks. Dus de opvang van nieuwe mensen, ik heb dat in mijn eigen tent ook meegemaakt, ja, dat is commercieel. Dus ja, dan moet je dus uren vrijmaken, levert minder inkomsten op, is crisis geweest, veel mensen moeten ontstaan. Nou, dat. Ja, en dan alleen de allersterkste die overleven het.
En of dat dan meteen ook, noem je dat, excellent gedrag oplevert, dat weet ik niet. En het is een mix van alles. Ja, want ik heb toevallig een kleuter, ook in basisonderwijs, dus dat zie ik wel. Daar vakken in en ik ben best wel kritisch op de maat waarin onderwijs wordt ingeregeld. Hij is in basis niet leerplichtig en ik kreeg tot mijn verrassing, ik denk in het eerste kwartaal, een rapport. Een rapport, hoezo krijg je een rapport? Het is toch voorbereiden tot groep 1 en 2. En op een gegeven moment van, ik wil de inhoud wel eens kijken, hoe wordt het? In basis is het goed, voldoende matig. En ik ook, dat vind ik wel best wat voor een kleuter waarvan we weten, hè, die moet zich in de basis gaan ontwikkelen. En daar viel me op bij creativiteit. Had ik zoiets van, hoe kun je nou op creativiteit matig scoren? Ik begrijp dat niet. En dat is dan mijn zoon. En op een gegeven moment heb je die 10 minuten gesprekken. En ik was even benieuwd, hè, wat is nou de norm die jullie hiervoor hanteren? Hoe beoordeel je zoiets? Hè? Instagram wat erachter zit, zei van nou, hij had een opdracht. Hij moet zichzelf gaan tekenen. Met het idee, je moet jezelf gaan spiegelen, omtrekken, ogen, noem maar op. Hij deed heel kleurrijk, het kleurtje van, hij zegt van, nee, ik hou van kleuren, dat ben ik. Ja. Ik denk, dat is toch hartstikke creatief. Ja. Ik begrijp niet zo goed waar die norm dan nu al voor nodig is. Maar ik weet ook niet waar het onderwijs, waar ik welke gedachte, of het nou beleid is, of hoe dat dan tot stand komt. Dus dat, ja, ik sta daar heel kritisch tegen in, dat ik denk, ja, weet je, het is helemaal niet relevant. Hij moet zich gewoon gaan ontwikkelen. En volgens mij is het belangrijke aansluiting te vinden met het individu, ongeacht of dat achterstandsgebied is of niet, om het in kracht te zetten. En het voelt heel tegenstrijdig. Ja, hoeveel tijd hebben we? Nee. Ja, je kan natuurlijk tijden aan besteden. En dit is natuurlijk heel specifiek. Ja, het is een specifiek voorbeeld hoor. Maar paar algemene dingen. In het onderwijs wordt veel beter dan vroeger gekeken. En ook niet alleen maar door de oog van de koningin, juf, maar ook met hulp van wat instrumentjes van hier zou je op kunnen letten. Gekeken naar de ontwikkeling van kinderen. Waar zit die? Wat zou ze volgende stapje kunnen zijn? Etcetera. In mijn ogen niks mis mee. Dus we weten meer en daar oordelen aan koppelen en die communiceren met ouders, dat is niet het meest slimme idee. Dus professioneel kijken naar ontwikkeling van kinderen voor de school, prima, ben ik voor. En er gaan natuurlijk dingen mis, want creativiteit, in mijn optiek is dat, je geeft een opdracht en ze doen heel wat anders. Als ik al wat tijd zou hebben, ik heb er wel voorbeeldjes van. En bij juf is creativiteit misschien wel die knutselvakken. Lijkt het een beetje op het voorbeeld? Vind ik geen creativiteit. Ja, precies. Dus ik vind, er wordt heel erg gekeken en geoordeeld van je passen binnen de norm. Ja, denk ik, ik vind het heel erg grijs. Dat kan alle kanten op en zeker niet wat voor waarde moet je nou gaan koppelen. Passen binnen de norm bij kleuters is cult. Goed kijken naar de ontwikkeling van kinderen, waarbij je wel degelijk kunt zien dat jij taalvaardiger bent dan jij. Je snapt ook wat ik bedoel. En dat jij wat anders nodig hebt dan jij, dat vind ik professioneel gedrag. Dat is belangrijk. En weten dat ontwikkeling grillig gaat, want dat is nou eenmaal zo, en dat dus als die hier zit, niet betekent dat die daarna daar zit. Hij kan net alweer een kubeltje gemaakt hebben. Dat weet je. Nee, maar daar mag echt kun je ook niet heel erg veel waarde aan, maar ik vind het vanuit dat we daar nu eigenlijk al vanaf het moment zeg maar nul daar op grens zijn gefocust. Ja. Daarvan heb ik iets van volgens mij kunnen we dit veel. Dit is een verkeerd pad. Ja. Mag ik daar meteen op reageren? Jazeker. Als je vanuit één standaard norm beoordeelt, ben je per definitie niet creatief aan het beoordelen. Ja, accept. Ja. Stel ik. Wat ik op te beginnen zeg, ben blij te zitten. Om naar u te luisteren. Okay. Dat is mooi om te zien dat iemand vanuit zijn eigen professie dit verhaal doet. En dat het aan ons is om een connectie te maken met de wereld waarin wij werken. Ja. En er zijn heel veel raakvlakken tussen uw verhaal en wat ik denk wij allemaal dagelijks doen. Ja, dat meemaken. Dat ik ook. Ja. Of het nou kinderen zijn, precies. Of adolescenten of medewerkers of senioren. Je ziet dit eigenlijk in het hele werkveld waar wij in zitten ook. Dus dat geeft wel een feest met kenning.
Tegelijkertijd maakt het mij wel een beetje triest, omdat ik sociaal spreek over vertrouwen. Ik denk dat het allemaal zoeken en willen en weten. En ondertussen zit er eigenlijk heel vaak vast in de systematieken die u al jaagt. En dat is, ja, het blijft een soort gevecht. Waar je soms ook je werk uithaalt, laat ik dat ook heel eerlijk zeggen. Ja, maar waarmee je ontzettend veel plat slaat en stuk maakt. Ja, dat is wel inderdaad, denk ik, in de strijd waarin we ook dit jaar met de onderwijs zitten. Ik kan me voorstellen, dat weet jij beter, dat zo'n leerkracht, die relatief nieuw is, met deze representatie laat zien hoe professioneel de organisatie is. Dat je dat denkt. Van, dus kijk wat we allemaal goed bijhouden en dus je luistert helemaal niet meer. En je zegt, maar jij interpreteert dit juist als zijnde van hoe onprofessioneel het is. Want deze club is niet in staat mijn kind te geven wat je nodig hebt. Dus niet in staat op maatwerk in die relatie, wat alleen een professional kan geven en het systeem nooit. Ja. Zeg ik het goed? Nodig. Ja. Je hebt beide nodig. De professionals hebben wel een professionele context ook nodig. Ja, het verhaal is mij uit het hart gegrepen. Ik dacht het al te zien. Heel aardig dat iemand uit de professie dit nou eens vertelt. Ja. Ik durf te zeggen dat ons onderwijs naar de tsunami is. Nee hoor. Dat komt omdat wij dat hele onderwijs hebben een meetcultuur geïntroduceerd. Alles wordt gemeten. Alles wordt hiërarchisch aangestuurd door het management. Dat management, dat nou, in heel veel gevallen. Ja, het stukje over management heb ik geskipt. Dat ziet de docenten als een soort van middel, als een soort resource. Ja. Dat management wordt afgerekend binnen grote gemeenschappen, ook vaak wel een hoger bestuur. Ja. En het onderwijs is het laatste wat in het vizier is. En een van de redenen waarom zoveel jonge docenten weglopen. En een van de redenen waarom ik ook als docent steeds meer toch echt, want ik ben natuurlijk een oude man, iedereen kan zeggen, ja, ik ben een oude man, maar ik heb echt het niveau zien dalen in dat in alle sectoren van het onderwijs, komt door het feit dat managers en professionals tegenover elkaar staan. Dat er managerialisme is, dat er professionalisme is, en die professies, die hebben het onderspit geworden. En wat ik nog erg vind, en dan stop ik, de opleiding tot leraar, waar ik een tijdje bij betrokken ben geweest, aan het eind van mijn carrière, is ook, nou ja, ik wil niet zeggen schuld, maar moeten we ook goed over nadenken wat we daarmee doen. Daar worden mensen opgeleid langzamerhand, die eerder onderzoeker zijn dan onderwijzer, en die als het ware het normaal vinden dat ze moeten opereren in een hiërarchische structuur. Die het normaal vinden dat ze aan anderen moeten vragen wat ze moeten doen. Als goede leraar, als goede docent, als goede onderwijzer, ben jij de professional. Jij staat voor die klas en jij weet het beste wat je met die leerlingen kunt doen. Dat idee, dat hebben we, vind ik, en ik overdrijf nu een beetje, maar dat hebben we volledig de kop in. Dat is volledig doodgemaakt. Met als gevolg dat nu, en ik ben het dat betreft eens met Tom van Hapelen, een van de collega's uit mijn vakgebied, economie, dat we eigenlijk het onderwijs helemaal opnieuw moeten opbouwen, zodat die professional, en volgens mij is dat ook wat jij uitstraalt, als ik jij mag zeggen, met jouw verhaal, dat die professional weer centraal staat. En dat die managers ondersteunend worden aan die professional. Dat is, als we dat niet voor elkaar krijgen, dan zie ik het voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs slecht in. We hebben volgens mij hele goede docenten. We zijn er heel goed in geweest om die alle motivatie eruit te halen. Meneer Vosselman, ik wil het wel. Het wordt nu verengd naar het onderwijs. Maar in mijn betoog zit ook, want het is eigenlijk gewoon in onze professie ook aan de hand. Het is overal. En met name in de publieke sector. In de zorg, in het onderwijs. We hebben dat hele neoliberalisme met al die marktwerkingsgedachten en al die afdelingssystemen heeft ons gebracht op een punt dat je zegt, eigenlijk. Ja, ik weet dat ik overdrijf, maar ik doe het zeggen toch. Het is failliet. Onderwijs in Nederland is failliet. De zorg is misschien ietsje anders. Ietsje. Nou, dat zullen we zo doen. Meneer Bakker, mag ik een poging doen tot een retrospectieve risicoanalyse? Wij zijn vrienden voor het geval. Aan de hand van de opzomming, er waren drie variabelen die volgens mij sterk samenhangen. En dat is vertrouwen, werkdruk en afrekencultuur. En misschien op uitstroom is dat niet gewoon samen in een vicieuze cirkel. Ja. Of een vicieuze spiraal. Ja. Ja. Als,
Ik wil je even één ding over zeggen. Eén, ik ben van huis uit aardsoptimist. Dus conclusies, het onderwijs is failliet. Dan had hier nu een chagrijnige oude zak gestaan. Het laatste is nog steeds zo, maar chagrijnig ben ik niet. Ik heb altijd gezocht naar de mensen die wel gemotiveerd zijn voor hun werk en dat versterken. En ja, daarvan had... Kijk, ik heb me over het algemeen niet zoveel met besturen en managers bezig gehad. Maar daar zit het probleem. Het probleem zit in dat besturen. Ja. Ik had een stukje erin zitten. Mijn verhaaltje was, mijn beeld bij managers en bestuurders is dat die in een parallele wereld leven. Dat ze met eigen dingen bezig zijn. Ja, dingen die niet te maken hebben met het primaire proces. En het jammer is dat ze wel macht hebben. In de tijd dat ik bij de dienst werkte, werden er dan door de managers dingen verteld. En ik dacht, oh god, zo moet het niet. En later dacht ik, Piet, maak je niet druk, ze doen het toch niet. En dus in maar mijn ogen, dat was zo. Dus die iedereen hier langs. Ja, nee, ze zetten meer door. Ik maak het wel eens een vergelijking. Als je een beetje in crisis, dan had je altijd zo'n inspecteur, had altijd een baas. En die baas was een beetje bureaucratisch. En dan dacht je altijd als kijker, ach, wat ziel eigenlijk die bureaucraat. Want die inspecteur ging toch gewoon zijn eigen gang. Die deed wat hij moest doen. Maar dat idee is door al onze management systemen die we hebben, al onze afdelingssystemen, steeds minder worden. Die professional is steeds meer gevangen worden van dit soort van systemen. Ja, oké. Ik denk, ik durf hem wel met je mee te gaan. Als dingen goed gaan, is het eerder ondanks dan dankzij wat er over gebeurt. Ik vind het, we gaan naar een afronding. Met de wetenschap dat dit verhaal pas begint. We hebben de hele zomer, hebben we, om het verder uit te diepen, en richting de 18e november. Piet, heel hartelijk bedankt voor de voorzet. Ik heb ook verschillende uit heerlijk om te horen van iemand professional die in die primaire proces zit. Doen om dit te horen. Ik ben er ook al 2 jaar uit. Ja, maar je wordt nog steeds gevraagd. Ja. Vooral omdat er steeds meer behoefte aan jouw kennis is. Ja. Heel hartelijk dank. Facilitating excellence.